Ik heb jullie er even gevraagd. Dat, ja, er is toch weer iets gebeurd hier in Groningen, wat mij aan het hart gaat. En schietpartijen, ja, dat is... nothing to find. Zo oud als de weg naar Rome, ja, dat gebeurt altijd al. Maar we zien dat het steeds jongere daders zijn. Vannacht, jongens. Kan iemand dat ding zachter zetten? Ik word helemaal gek van die tv. Dankjewel. Vannacht zijn er slachtoffers gevallen van 17 en 24. Met een dader van 17. Dit is niet de eerste keer deze zomer. Dit is al vaker gebeurd. Dat mensen van deze leeftijd met vuurwapens lopen en schieten. Is u daar iets van bekend? Nee. Schrikken jullie daarvan? Een beetje. Maar het is al best wel vaak gebeurd. Het is best vaak gebeurd, dus het wordt een normaliteit. Je weet dat, hoe noemen ze dat? Een ganu? Ja, toch? Ja. Ja, dit, een ganu. Dat is tegenwoordig, dat vinden ze stoer. Ja, ik ben extrapt met een ganu. Huh? Ja, toch? Ja. Ja. Nou, ik kan jullie vertellen, er is niks stoers aan, want die jongens die lopen met een ganu. Met 0 euro in de zak. Ja. Deze jongen ook, heeft zijn hele leven verpest. En dan letterlijk, hè. Want als jij één keer in het systeem zit van justitie, omdat je weer zo stoer wou doen met je ganu. Hij heeft zijn pik nog niet eens omhoog gekregen. En loopt dan rond met een ganu. Ja, snap je? Ik bedoel, er is zoveel in het leven wat je nog moet ontdekken. En wat je nog moet... maar ze slaan 20 stappen over. Jongens van 17 hoeven niet met een pistool te lopen. Wij komen niet uit de ghetto. Ja, die jongens spelen het ghettootje hier in Nederland. Ja, en dat geldt ook voor steken en dat soort zaken. Denk je dat je vader vroeger, toen hij 17 was, met een pistool liep? Ja, hij speelde oorlogje in het bos. Ja, oorlogje in het... Maak je vader niet belachelijk. Ja, wij waren nog met stap 3 bezig. Die jongens zitten allemaal op stap 20. Die denken dat rippen, het rippen van kilo's cocaïne, dat zomaar kan. En dat je daar ook mee op internet kan gaan showen. Nee, dat zijn dingen, stromingen, daar moeten ze nog uitblijven. Jongens van 17, blijf bij die rotzooi uit de buurt. Je maakt geen indruk op niemand. Want die mensen om je heen, die hebben geen respect voor jou. Die hebben angst, ja? Omdat jij die gek bent met die pistool. Ze noemen jou Tibba. Achter je rug. Je weet wat Tibba is, hè? Tibba is TBS, jongens. Ja, papa is van deze tijd. Luister, echt waar. Ik spreek jou aan, die nu van plan is om zo'n uitgeboord dingetje te halen. Ja, het is nog gevaarlijk ook. Ding kan in je hand ontploffen, hè, vriend. Doe dit niet. Doe dit niet. Wat het probleem ook is, het is zo op te lossen. Ja? Pak gewoon die mishandeling, die zware mishandeling. Ja, los je problemen op met de vuisten. Want dat doen mannen. En echt waar, hè. Als jij met de vuisten vecht en je slaat iemand kapot. Ja, dan ben je voor de wet wel schuldig. Maar dan ben je bij mij gewoon een man, hoor. En bij velen van onze Nederlandse vaders ben je gewoon een man. Op het moment dat je een paar stompen uitdeelt met je handen. Want daar is niks mis mee. En dat zo in deze maatschappij gedemoniseerd is. Een vechtpartijtje. Ja, dat levert deze extremiteiten op, ja? Want mensen lopen gefrustreerd rond. Nou, kun je je voorstellen, een gefrustreerd mannetje, bang voor de camera's, ja? Duikt eronder, met zijn ganu, ja? Terwijl een gewoon ouderwets Hollands vechtpartijtje, ja, had het allemaal opgelost. Ja, ja, jullie kunnen erom lachen, papa vindt het niet om te lachen, want jullie lopen daar ook tussen die mafkees met die ganu's, ja? Nee, is niet oké. Okay. Het is niet oké. Okay. Nee, Fleur. Dat zeg ik ook. Snap je? En als één met een ganu loopt, dan komt die andere ook met een ganu. En de ene ganu steekt de andere ganu aan. Het moet stoppen, jongens. We gaan gewoon weer vechten en knokken. Ja? En de eerste die een flinke boete krijgt voor een normale vechtpartij, 1-1, ja, die kan zich bij mij melden via Instagram en ik betaal zijn boete. Want ganu's zijn niet stoer. Maar deze beloon ik je wel. Oes! Want echte mannen vechten met hun handen. Oes!